Verantwoordelijke instanties zijn momenteel intensief bezig om de brand in het swampgebied van Wageningen onder controle te krijgen. Het Korps Brandweer Suriname, samen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, het Nationaal Leger, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en lokale burgers, waaronder reisboeren, hebben gezamenlijk de situatie aangepakt. Hoewel de brand, die de afgelopen weken aanzienlijke rookoverlast heeft veroorzaakt, momenteel onder controle is, blijft de situatie precair vanwege de aanhoudende hitte en droogte in het gebied. Adjunct hoofdbrandweermeester Alton Finas vermoedt dat de brand mogelijk is ontstaan door de extreme droogte of onvoorzichtigheid bij het verbranden van afval. Hij doet een beroep op de gemeenschap om hier voorzichtig mee om te gaan. Ondanks dat het werk nog niet is afgerond, is de hoeveelheid rook aanzienlijk verminderd en konden eerder gesloten scholen in de buurt weer worden geopend. De brand die begon in de buurt van het Bombay-kanaal en voor het eerst werd gemeld op 5 februari 2024, leidde opnieuw op 19 februari. Luitenant Giljo Komproe van het NCCR legt uit dat het vuur diep in de humuslaag smeult, waardoor er nog steeds veel rookontwikkeling is, zelfs na regenval. Om verdere verspreiding te voorkomen zijn gebieden geïsoleerd en met behulp van graafmachines geblust. Momenteel wordt het gebied nauwlettend in de gaten gehouden.